Nou, welkom allemaal bij de kennissessie Uniformering Asfaltmengsels. Mijn naam is Bart Hansma en ik ben jullie technische host vandaag en ik werk voor Platform BOW. Dat is het samenwerkingsverband voor alle weg- en waterbeheerders in Nederland. Nou, samen met Bouw Circulair organiseren wij deze sessie om vandaag met jullie de aanzet te maken naar het uniformeren van asfaltmengsels. En aan de ene kant willen we verschillende perspectieven met jullie delen, maar ook samen gaan nadenken over nieuwe ideeën en ook wat voor vervolgstappen we kunnen zetten. Nou, onze dagvoorzitter voor vandaag is Daaf de Kok. Ik zal hem zo meteen het woord geven, maar eerst een paar praktische zaken die belangrijk zijn. En ik poog nu naar de volgende slide door te klikken. Alleen mijn muis is verdwenen en dat maakt het iets lastiger om vooruit te klikken, merk ik. Oké. Door te klikken. Alleen mijn muis is verdwenen. En dat maakt het iets lastiger om vooruit te klikken, merk ik. Een momentje, ik ben even het technisch probleem aan het oplossen. Even kijken. Oké, volgens mij is het gelukt. Kijk, daar zijn we. Nou, we zitten in Zoom meeting en dat betekent dat je video aan kan, maar het is heel belangrijk om je microfoon uit te laten. We zijn nu inmiddels met zo'n 100 mensen en als microfoons aan zijn, dan kan dat veel ruis veroorzaken. In principe zijn je als het goed is goed ingesteld met de schermweergave. Mocht dat niet zo zijn, kun je dat rechtsbovenin wijzigen door het op speaker view te zetten. En daarnaast zou ik je nu meteen willen vragen om iets te doen, als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is namelijk je schermnaam aan te passen naar je naam plus je organisatie. Dus bijvoorbeeld Daaf de Kok en dan tussen haakjes Bouw Circulair. Nou, hoe doe je dat? Je drukt op de knop Participants. Dan ga je naar je naam en dan zie je daar als het goed is het knopje More staan. Of je moet er nog even op klikken en dan kun je vervolgens het knopje More drukken. En dan kun je je voornaam, achternaam en organisatienaam neerzetten. Dus zou je dat op dit moment willen doen? Nou, daarnaast, ik ben technisch op de achtergrond beschikbaar. Dus mocht je praktische vragen hebben, dan kun je mij een privébericht sturen. Door onderin naar de chatknop te gaan en dan vervolgens mijn naam te selecteren en mijn bericht te sturen. En je kunt mij eventueel ook bellen op dit telefoonnummer. Nou, deze sessie wordt opgenomen en kun je dus ook achteraf terugkijken. De slides worden ook achteraf beschikbaar gemaakt. Dus die hoef je niet te fotograferen of iets dergelijks. Die krijg je gewoon. En we gaan dus ook nog uiteen in breakout sessies. En deze worden niet opgenomen. Dus dan weet je dat. Nou, dan wil ik nu graag het woord geven aan onze dagvoorzitter voor vandaag. En dat is Daaf. Dankjewel Bart voor deze introductie. Hallo allemaal, ook welkom namens mij en namens Bouw Circulair. We gaan vandaag een bijeenkomst houden over inderdaad het uniformeren van asfaltmengsels. En daarvoor hebben we een prachtig programma voor jullie gemaakt. Tenminste, ik vind het een heel leuk programma. Wat we straks te horen krijgen is een aantal presentaties. In eerste instantie over de verscheidenheid aan asfaltmengsels vanuit gemeentelijk perspectief. Dan wat de impact is van omzetting en voorraadbeheer en asfaltcentrales. Wat de milieu-implicaties zijn. En alle categorieën mengsels voor nut en noodzaak en de differentiatie. En daarna, zoals Bart zei, gaan we samen aan de slag. Gaan we jullie vragen om input. En op het laatste vindt weer een terugkoppeling plaats aan het eind van de bijeenkomst. En gaan we afsluiten. En gaan we jullie oproepen om mee te helpen. En mede invulling te geven aan de doelstelling. Ten aanzien van het verminderen van asfaltmengsels, voor zover dat onze duurzaamheidsdoelstellingen helpt. Op voorhand wil ik daar wel zeggen, is van vermindering asfaltmengsels is eigenlijk bedoeld voor de hoeveelheid aan asfaltmengsels die we tot nu toe zien langskomen. Dat wil niet zeggen dat we de innovatieve mengsels tegen willen houden. Sterker nog, we willen juist proberen om daar meer ruimte voor te gaan creëren. Oké, voordat we het programma verder invulling geven,
Wil ik me even nog even kort zelf voorstellen en bouw circulair. Ik ben David de Kok, een van de initiatiefnemers van Bouw Circulair. En in Bouw Circulair proberen we de doelstellingen te realiseren aangaande de circulariteit in 2050. Oftewel het verminderen van de primaire grondstoffen en het reduceren van de CO2-emissies. En dat hebben we gezegd, dat doen we op basis van de belangrijkste grondstoffen die in Nederland worden ingezet en die de meeste impact hebben. En dat is in de infra, is dat beton en asfalt. Rond beton hebben we daarvoor betonketens gecreëerd. Ongeveer 16, 17 in heel Nederland. En een vijftal asfaltmengsels. En het initiatief voor vandaag is ook voortgekomen uit de besprekingen die we in deze asfaltmengsels of asfaltketens hebben gehad met elkaar. Specifiek met de asfaltketen in Brabant. Daar is de eerste inventarisatie ontstaan. En die inventarisatie hebben we gedeeld in alle andere asfaltketens. Om te kijken van wat we hier mee moeten. En op basis daarvan dachten we, nou, het is goed om de uitkomsten en onze gedachtegang is met de markt en de heel Nederland te reflecteren. Vandaar dat het leuk is dat we samen met de platform WOW deze presentaties kunnen geven en om reflectievragen te vragen van de markt. Nou, voordat we daar als eerste daarmee invulling geven, stel ik voor dat we even een poll gaan doen. En de poll die gaat Bart zo in beeld brengen. En de poll die zegt van, ziet u mogelijkheden voor het terugbrengen van het aantal asfaltmengsels? Als jullie willen, dan kun je daar een antwoord op geven door te zeggen van helemaal niet, of een beetje, of ja, heel veel, of ja, ik weet het niet. Dus ik kom hier echt helemaal uit nieuwsgierigheid. Nou, ik kan boven zien of jullie bereid zijn om daar invulling aan te geven. Ik zie dat er zo'n 50% al heeft gestemd, dus dat gaat heel goed. Ik stel voor dat ik nog een 15 seconden wacht voordat we tot het resultaat komen. Er zijn nu nog 10 seconden over, dus voor de twijfelaars wellicht nog de laatste kans om te kiezen. Het hoeft vanzelfsprekend niet. Oké, dan wil ik aan Bart vragen om de resultaten met ons te delen. Oké, nou, dan zien we dat 42% heeft gestemd voor een beetje. 28%, als ik het goed lees, zegt heel veel. En 23% zegt ik weet het niet. En ook nog 7% helemaal niet. Dus dat is ook wel spannend, omdat we het vandaag willen hebben daarover. En een klein percentage denkt dat dat helemaal niet is. Nou, dat gaan we meemaken. Of we aan het eind van de bijeenkomst weer dezelfde mening hebben. Ik weet het niet wat het oordeel zal zijn. Dat laat ik geheel aan jullie over. En dat oordeel hoop ik dat jullie daarvoor inspiratie uithalen uit de sprekers die we aan jullie willen voorstellen. Als eerste spreker wil ik uitnodigen Joop de Groot van de gemeente Os. Joop is een van de initiatiefnemers geweest om zeg maar deze asfaltmengsels met elkaar te verzamelen en te delen. Dus ik zal een Bart vragen of hij de sharing pool results wil weghalen. En Joop de gelegenheid wil geven om de eerste presentatie te geven. Ja, dankjewel Daaf. Ja, zoals Daaf al aangaf, er zijn nogal wat asfaltmengsels, maar eigenlijk hadden we er geen enkel zicht op wie welke mengsels allemaal toepaste. Dus binnen de asfaltketen Brabant hebben we een inventarisatie gehouden, waarbij de vraag heel simpel was. Gemeenten, willen jullie eens gaan nakijken wat jullie allemaal voor mengsels gebruiken voor de verschillende toepassingen. En asfaltmengsels, die heb je in heel veel soorten. Je hebt nogal wat variabelen daarin. Je hebt het asfalttype, je hebt de gradering, je hebt een soort steenslag, je hebt het bindmiddel. En alles bij elkaar geeft nogal wat keuzevrijheden en dus keuzemogelijkheden. Nou, wat wij in Brabant hebben gedaan is die inventarisatie uitvoeren en op een rij zetten. En dat heeft geleid tot een schema waarin per gemeente de verschillende mengsels zijn opgenomen.
Als Bart hem kan laten zien, dan krijg je een beetje zicht op het speelveld. In de linkerkolom staan geanonimiseerd de gemeenten die hun bijdrage hebben geleverd. Op de bovenbalk staan onderlagen, tussenlagen en deklagen. En die zijn vervolgens weer opgesplitst naar fietspaden en rijbanen. En wat je hier heel mooi uit kunt halen, is dat er heel verschillend wordt omgegaan met toepassing van de verschillende asfaltmengsels bij hetzelfde type verharding. En wat je hier ziet zijn de verschillende asfalttypes, maar daarnaast hebben we ook nog variabelen in type steenslag, type bindmiddel, wat hier in dit schema nog niet naar voren kwam. Maar de variatie die we hier uit hebben gehaald heeft ons wel op het spoor gezet van oei, wat doen wij de markt eigenlijk aan met z'n allen? En ja, waarom doen we dit? Die inventarisatie hebben we ook eens gehouden binnen de asfaltketen. En eigenlijk komen daar drie mogelijkheden uit. Eén is, zo hebben we het altijd al gedaan, dus doen we het nog steeds zo. Eén is, ja, ik ben hier in dienst gekomen en zo waren onze standaardconstructies en ik heb er eigenlijk nooit iets aan gewijzigd. En de derde categorie is de categorie waar een heel bewuste keuze is gemaakt om bij toepassingen specifieke asfaltmengsels te gebruiken en de standaard voor te schrijven. Het overzicht spreekt voor zichzelf, denk ik. Het is een eerste inventarisatie. En binnen de asfaltketen is dus nu ook wel de oproep gedaan van, nou, kijk er eens naar. En waar kunnen we eventueel regionaal gaan standaardiseren? Maar dat is de vervolgstap. Tot zover, Daaf. Tenzij er... Oh, de vraag welke toplagen. Misschien kan het schema nog even terug, Bart, want die viel inderdaad een beetje buiten beeld. Aan de rechterkant staan nu ook de AC Surf deklagen en SMA. Oké, dankjewel Joop voor deze eerste aanzet en inzicht. Dit overzicht hebben we inderdaad in de asfaltketens met elkaar besproken. Door de inventarisatie van een heleboel gemeenten krijgen we er steeds meer inzicht in over hoe en op welke manier dat plaatsvindt. En dat geeft weer ruimte om daarin verbeteringen te zoeken. En die verbeteringen die zoeken we ook in het kader van hoe kunnen we dan die informering inzetten en welke kansen biedt deze uniformering. En op dat punt zal Ben van der Ven verder ingaan. Hij is van de gemeente Tilburg en hij is daar heel erg actief op het gebied van alles wat met asfalt te maken heeft. Dus ik zou aan Ben willen vragen om het vervolg op te pakken. Ja, goedemiddag. Mijn naam is inderdaad Ben van der Ven. Ik ben al 28 jaar werkzaam bij de gemeente Tilburg. Toen wij met de asfaltketen in contact kwamen, hebben wij onderling tussen gemeentes en opdrachtgevers gekeken van ja, welke mengsels hebben jullie allemaal. En nu ook de vraag hier, welke kansen zien wij hierin? Nou, het terugbrengen van de asfaltsoorten. Want ja, de ene gemeente die schrijft een TLC voor, de andere een TLB. Waarom? Als wij naar minder mengsels kunnen, kunnen we ook duurzamer omgaan met de bouwstoffen. Want wat we nu neerleggen, moeten we over 10, 15, 20 jaar weer hergebruiken. Wat zit er dan in? Ik heb ook een gemeente gezien die nog steeds een rood asfaltmengsel aanbrengt met een blank bindmiddel. Ja, waarom doen hun dat? Zijn er geen alternatieven voor?
Ik merk ook nu onderling tussen de gemeentes dat er kennisuitwisseling is. Ook dat is een voordeel tussen gemeentes, maar daar hebben ook zeer zeker de markt en aannemers voor nodig. En ook ja, als er minder mengsels gaan komen, wordt het dan ook beter verwerkt. Op de volgende slide ga ik in op de vragen die ik heb. Want ja, we kunnen wel blijven onze eigen mengsels voorschrijven, maar als wij andere dingen willen, zoals MKI-waarden, PR, PA, ja, hoe moeten wij dat als opdrachtgever goed op de markt zetten? We hebben daar input nodig van de markt. Want als ik een mengsel voorschrijf wat heel exotisch in, ja, is, kunnen alle asfaltmolens dat wel leveren? Zelf loop ik er tegen een hele mooie discussie op van modificatie. Ja, moet een modificatie, willen we dat nog wel? Wij hebben ervaring in onze kruisingsvlakken, VRI opstelvlakken, dat die modificatie heel goed werkt. Alleen, welke zijn er? Alternatieven, soorten. En wij merken zelf dat die mengsels goed bestand zijn tegen hitte. Hitte is sowieso al een hele mooi uitgangspunt. Op de vorige slide heb ik foto's gemaakt. Ik heb een aannemer zo gek gemaakt om in Tilburg over diverse soorten deklagen proefvakken neer te leggen. Want ja, als we het over MKI-waarden hebben, hebben we het ook indirect over CO2-uitstoot. Alleen, wij hebben gemerkt, als wij met ander type steenslag gaan werken, dat het asfalt 4, 5 graden minder warm wordt. Nou, we hebben heel veel, iets van 3,2 miljoen vierkante meter asfalt in Tilburg liggen. Als wij nu omgaan door alles een andere steenslag neer te leggen, wordt Tilburg dan koeler? Of juist niet? Maar die witte steenslagen hebben ook weer voordelen voor de reflectie. Dat zie je op het volgende slide. Doen we nu standaard een witte steenslag in fietspaden, brengen wij aan daar waar geen verlichting staat. En jawel, het fietslampje geeft meer reflectie. Dus kortom, ik zie een heleboel goede ontwikkelingen waar wij als Tilburg op zoek naar zijn. Maar ook gezien de contacten met de markt en gemeentes, denk ik dat wij iets ja, heel veel kunnen standaardiseren, kennisuitbreiding kunnen bereiken en veel duurzamer kunnen worden. Oké, Ben, dankjewel voor deze toelichting. Ik merk al dat er in de chat al heel veel vragen worden gesteld. Die kunnen we tijdens deze bijeenkomst niet allemaal beantwoorden, maar hoe meer vragen er gesteld worden, hoe beter. Dat is ook de reden om dit webinar te doen, dat we met elkaar erover nadenken en dat daar vragen over gesteld worden, op basis waarvan we met elkaar verder komen. Ik zeg wel eens, het leven is de kunst van het vragen stellen en dat geldt ook voor dit onderdeel. Ik wil nog, voordat ik naar de volgende spreker ga, hebben we nog even één poll voor jullie in petto. En in deze poll, daar staan allerlei stellingen in. En de vraag is of je het met die stellingen eens bent, ja of nee. En dan mag je op meerdere kiezen. Dus je hoeft alleen maar te kiezen op de stellingen waar je het je mee eens bent. En je mag meerdere stellingen onderschrijven. Ik lees ze even allemaal door. Een afname van het aantal mengsels draagt bij aan de circulaire doelstellingen. Het aantal asfaltmengsels groeit als gevolg van innovatie. Het aantal asfaltmengsels zal de komende jaren eerder stijgen dan dalen. Het aantal asfaltmengsels kan omlaag met minder dan 10%. Het aantal asfaltmengsels kan omlaag tussen de 10 en de 30%. We hoeven niets te doen, de markt regelt zelf. En opdrachtgevers kunnen meer richting geven door te sturen op het aantal soorten asfaltmengsels. Door meer functioneel te omschrijven, dalen het aantal asfaltmengsels. Opdrachtgevers met een zorgvuldige uitvraag hebben veel minder mengsels. Opdrachtgevers hebben te weinig kennis om inhoudelijk, want dat kan ik het niet goed meer lezen, om inhoudelijk invulling te geven aan asfaltmengsels. Ja, dat zijn een heleboel stellingen, maar we waren eens even benieuwd hoe jullie hierop reageren. Laat ze rustig tot je in dringen, zodat je de impact ervan weet. En geef aan of je het ermee eens bent,
Ja of nee? Ik zie dat iets meer dan 50% heeft gestemd. Ik wil nog een halve minuut verder en dan gaan we de poll sluiten. Dus voor de twijfelaars, ik weet het, soms zijn keuzes moeilijk in het leven, maar je hoeft ook niet te kiezen. Je mag het ook laten. De laatste 10 seconden gaan in. Ik zie daar een vraag dat iemand de poll niet ziet. En dat komt waarschijnlijk omdat je niet ingelogd bent bij Zoom. En dat je op een telefoon of anderszins een device zit. En dan heb je kans dat je dat inderdaad niet kan zien. Excuses daarvoor. Via de terugkijken kan je alsnog de resultaten zien. Oké, dus welke vragen aan Bart om te stoppen? Dan stoppen we dit aantal stemmen. Dankjewel Bart. En dan gaan we kijken wat het resultaat is. Ik zie bij de eerste stelling is het daar 57% mee eens. Hebben we 75 mensen gestemd. Degene waar ze het meest mee eens zijn is het aantal asfaltmengsels groeit als gevolg van innovatie. Daar is iedereen het wel mee eens. 67%. Het aantal asfaltmengsels zal de komende jaren eerder stijgen dan dalen. Daar is 41% het mee eens. Het aantal asfaltmengsels kan omlaag met 10%. Dat is 9% mee eens. Het aantal asfaltmengsels kan omlaag. Dat is 45% mee eens. Tussen de 10 en de 30%. We hoeven niets te doen. De markt regelt het zelf. Dat is 15%. Oeh, die had ik wel iets hoger bedacht. Opdrachtgevers kunnen meer richting geven door te sturen op het aantal soorten mengsels. 52% mee eens. Door meer functioneel te omschrijven draaien het dalen het aantal asfaltmengsels, 37% mee eens. Even kijken, okay. Opdrachtgevers met een zorgvuldige uitvraag hebben veel minder mengsels, 20% mee eens. Opdrachtgevers hebben te weinig kennis om inhoudelijk invulling te geven aan asfaltmengsels, 47% mee eens. Oké, nou, er zijn een aantal verrassende uitkomsten bij. Die gaan we nog eens nader bestuderen. Die gaan we natuurlijk ook met jullie delen in de resultaten van deze bijeenkomst. Dus dan kunnen jullie daar ook nog weer kennis van nemen. Dankjewel Bart. Volgens mij kunnen we nu stoppen deze poll. En dan gaan we over naar de volgende spreker. En de volgende spreker is Hendrik Holtis. Hendrik Holtis is van Oosterhof Holman. En houdt zich daar bezig met asfalt en de asfaltcentrale. En hij gaat ons meenemen over niet alleen wat Oosterhof Holman als bedrijf doet, maar ook wat de impact is van de omzettingen en voorraadbeheer in asfaltcentrales. Hendrik, ik zou willen vragen om jouw presentatie te starten. Succes. Dankjewel, Anaf. Mijn naam is Hendrik Holtis, zoals net al gezegd is. Ik werk bij Oosterhof Holman. En wij maken kansen waar, maar wij zullen de kansen eerst moeten krijgen natuurlijk. Dus vandaar even een kleine introductie van Oosterhof Holman. Oosterhof Holman is een familiebedrijf, 108 jaar oud inmiddels. Er zijn 400 mensen bij ons in dienst. Vorig jaar hadden wij een omzet van ongeveer 100 miljoen euro. We werken veel met eigen materieel, ook eigen asfaltmachines, eigen personeel. We zijn sinds ons 100-jarig bestaan koninklijk. Zijn veel met innovaties bezig, ook op het gebied van asfalt. En ja, dus ook met nieuwe asfaltmengsels helaas, zo nu en dan. Oosterhof Holman is opgebouwd uit 4 of 5 takken. De infra, milieu, beton en waterbouw, groen en transport. Zelf ben ik werkzaam bij de infra. En daar mag ik voor Oosterhof Holman als bedrijfsleider de asfaltgerelateerde werken doen. En in die hoedanigheid ben ik ook betrokken bij de asfaltcentrales waar Oosterhof Holman in mee anticipeert. En dat zijn in het noorden de APK en de APW. Ik heb bij beide molens even gekeken dat wij hebben bij beide molens ongeveer 100 tot 125 gangbare mengsels. En dus er zijn nog wel meer mengsels, maar deze mengsels die worden zeg maar het hele jaar door gedraaid. Dus op de APK heb je ongeveer 100 tot 125 mengsels, op de APW ook. Dat zijn
redelijk vaak dezelfde mengsels, wel met verschillende bouwstoffen en grondstoffen zo nu en dan. Heel veel verschillende soorten bitumen tegenwoordig. Hè, de 70-100 bitumen, 40-60 bitumen, 160-220 bitumen, gemodificeerde bitumen, blanke bitumen. De APW draait nog met EME-bitumen. Dan komen we met heel veel diverse mineralen in aanraking, diverse gradaties. B-stone is een steenslag 3 soort, zeg maar. Porfier wordt er nog gevraagd, zowel voor klanten bij de APK als bij klanten bij de APW. Schotsgraniet wordt gebruikt voor in onderlagen, dus een wat zachtere steen. Morene wordt daar nog gebruikt, die ben ik zelf nog vergeten bij de APK. Er wordt veel met witte steenslag tegenwoordig gedraaid. Reflection white als witte steenslag. Luxofiet als witte steenslag. Microdioriet wordt nog in bepaalde nieuwe mengsels gebruikt. Zand hebben we nog. Kalkzandsteen wordt nog gebruikt in waterbouw, asfalten, asfaltmengsels. Ik ben het freesasfalt nog vergeten die wij in de centrale in opslag hebben. En momenteel draaien we bij de centrales ongeveer met 3 types freesasfalt. Gewoon het ronde freesasfalt van de onderlagen en tussenlagen die vaak nog met grind gemaakt werden. De deklaag freesmaterialen met scherpe peer en wat meer bitumen. Nog een uitgezeefde scherpe deklaag hoop die we gebruiken voor peer in deklagen en dergelijke. We staan op het punt en we hebben al zo nu en dan SOA peer moeten uitzeven en moeten opslaan. We gaan SMA frees apart opslaan en behandelen. In de toekomst lijkt het erop dat we de frees asfaltbehoeften nog weer moeten gaan zeven, zodat we kwalitatief nog weer met gradaties kunnen gaan spelen. Dus hiermee probeer aan te geven dat we bij één centrale best wel een logistiek issue hebben met al die mengsels en al die mineralen, bitumen en freesasfalt, om dat allemaal te managen. Als je dan kijkt wat dat relateert in bijvoorbeeld een dagplanning. Ik heb even, als je op de volgende sheet, de dagplanning van de APW van vorige week vrijdag neergezet. Als je dan zo kijkt wat één asfaltcentrale, dit is dan de APW in dit geval, die heeft die dag 1800 ton asfalt mogen produceren voor verschillende leveranciers. En dat zijn ongeveer 8 leveranciers of aannemers die dan asfalt komen halen. Bij elkaar op die dag moeten er 9 soorten asfalt gedraaid worden, waarvan er ook nog de donderdag al wat in het voren gedraaid zijn. Hè, dan hebben we het over onderlagen, omdat we anders de vrijdag al die mengsels niet allemaal kunnen draaien en niet logistiek in elkaar kunnen krijgen. Bijna elke aannemer wil graag 's morgens om 7 uur beginnen. Iedereen wil om 7 uur het liefst een asfalt hebben. Dat geeft op de centrales met al die verschillende mengsels en al die verschillende soorten best nog wel eens wat pijn in het hoofd, zeg maar. Nou zijn wij daar als aannemer ook nog wel regelmatig de veroorzaker van. We zien tegenwoordig steeds meer wijzigingen komen bij de asfaltplanning op het laatste moment, waardoor de logistieke problemen bij de asfaltcentrale ontstaan. Veel wijzigingen op de dag zelf, extra starts, extra stops. Die wijzigingen die ontstaan hoofdzakelijk door een hele korte doorloopplanning. Werken die op de markt komen, standaard werken, die in een hele korte termijn toch weer uitgevoerd moeten worden, er tussendoor gezet moeten worden. Lastig soms te plannen hoeveel asfalt iemand moet hebben, wil nog weer wat erbij hebben, moet de molen weer opnieuw opstarten. Soms kan hij het erbij draaien, soms moet hij helemaal vanaf koud weer opstarten. Lange termijn planning zou veel beter zijn voor een asfaltcentrale. We zien steeds meer soorten, steeds meer kleurtjes. Het lijkt wel een soort modetrend te worden om elke mooie winkelstraat in Nederland te voorzien van zwart asfalt met minimaal hier en daar nog wat rood. Graag nog een vleugje geel erbij. En het rode dan ook nog, als het kan, een beetje verwisselen met wat blanke bitumen. Want dan lijkt het net een fietspad. Of een beetje zwarte bitumen, want dan lijkt het wat op straatwerk. En dan nog een variatie van die twee. En dan krijg je een hele mooie winkelstraat. Dat geeft best wel logistieke problemen.
die natuurlijk ook een impact hebben op de energiebehoeften bij de centrale. Ja, als je gewoon standaard bij de asfaltcentrales kijkt, waar ik wat mee mag bemoeien, dan zien wij dat wij gemiddeld ongeveer op jaarbasis 8 kuub gas nodig hebben. Ongeveer 5 kilowatt stroom voor 1 ton asfalt te produceren. Een koude start bij een centrale, die kost zo tussen de 200 en 250 kuub gas. Een warme start, en daar bedoel ik mee van, als de centrale even stopt, soms wat steenslag eruit moet draaien, omdat die om moet schakelen naar een andere steenslag, maar waar de centrale nog wel lekker redelijk warm is, dat scheelt al aan 100 kuub. Wat we ook zien is dat als wij zeg maar een dagproductie hebben in plaats van 1800 ton met 9 verschillende mengsels, maar 2000 ton van één mengsel, dat wij gewoon echt qua gasbehoefte soms wel 2 kuub gas minder per ton kunnen verstoken. De centrale die warmt heel goed op. Het proces is constant hetzelfde. De gasbrandenstand kan gewoon dusdanig naar beneden. Wat natuurlijk bij een centrale heel erg meespeelt, is ook het vochtgehalte. En ja, dat is wel een logistiek ding, hoe je daar als centrale zelf mee omgaat. Eigenlijk, mijn conclusie zou zijn van de totale energiebehoefte bij een centrale kan, want als je ernaar kijkt naar beneden, als je met minder mengsels zou draaien en met minder mengsels staan daarvoor met minder stops, beter gepland, zodat je een continue stroom van asfalt hebt, waardoor je energiebehoefte gewoon echt naar beneden kan. Wat ik dan eigenlijk volgende spreker nog wel even zou willen vragen van, Anne-Kees, daar ben jij volgens mij veel beter in dan ik, van hoe wordt zoiets nou bijvoorbeeld in de hele MT gebeuren meegenomen? Oké, dankjewel Hendrik voor je uitleg en je toelichting ook over hoe je daar naar kijkt vanuit jouw organisatie en jouw professie. Je hebt het brugje al geslagen naar Anne-Kees Jenings, hij is van het advieslab. En hij kan alles vertellen over de milieu-impact in kader van het gebruik van de vele verschillende mengsels. Dus Anne-Kees, zou jij je presentatie willen houden? Succes. Ik zal hem even opstarten. Even kijken. Daar is hij. Sorry. Goedendag, ik ben Anne-Kees Jenings. Ik zal me even heel kort introduceren. Ik ben eigenaar van Advieslab. Wij houden ons bezig in vrij grote mate met het maken van LCA-studies en ook het toetsen daarvan. Daarvoor heb ik een paar toetsenserkenningen, waaronder voor de Stichting Bouwkwaliteit. Ik ben regelmatig ook betrokken bij LCA's van asfalt en grondstoffen, waar asfalt uit wordt gemaakt. En mij is gevraagd om iets meer te vertellen over de effecten van starts en stops, hoe die nou tot uiting komen in de MKI. Kan je naar de volgende slide, hoe doet dat? Receptwisselingen. En wel een beetje genuanceerd. Moet je dan genuanceerder wat hier geschreven staat. Maar receptwisselingen die leiden tot starts en stops van asfaltproductie. Maar ja, wat ook tot starts en stops leidt, is natuurlijk kleine producties. Hè? Later op een dag nog eens 20 ton bijbestellen bijvoorbeeld. Wat Hendrik net ook al aangaf, hè, je moet wel eens even tussendoor stoppen dan voor om te schakelen. Dan moet je wat materiaal kwijt. Nou ja, goed, dus dan moet wat afgetapt worden. En als er ook nog gepaard gaat met kleine producties, ja, dan een asfaltcentraal is gewoon een continu productiesysteem. Als je daar gaat afstoppen en weer ergens anders gaat opstarten en de centrale moet weer een hele nieuwe balans vinden in zijn grondstoffenstromen, dan krijg je daar kan je daar een kwaliteitsverandering van krijgen. Ik wil niet zeggen dat het dan ook verkeerd is, maar het kan afwijkingen veroorzaken. Nou, ik ga op de volgende sheets even in. Wat er nou eigenlijk, wat je aan gasverbruik nu gebruikt, hè? Want dat is eigenlijk wat Hendrik net ook eerst aangaf. Je ziet bij die starts en stops dat het vreet gas. En als je het dan even ziet, hè, dan heb ik even de gegevens uit het LCA-achtergrondrapport voor de Nederlandse asfaltbranche erbij gepakt. En daar staat een verdeling of een allocatie in benoemd van waar het gasverbruiker eigenlijk voor bedoeld is. En natuurlijk gaat daar het grootste deel van het gas op aan verdampen van vocht en het verwarmen van asfaltgranulaat.
En natuurlijk heb je een stukje rendementsverlies, hè? Het opwarmen van de verbrandingslucht, et cetera. Het warm houden van de ontstoffer en nou ja, wat door de schoorsteen natuurlijk ook weer weggaat. Maar 8% is stop door starts en stops en receptwisselingen. Nou is het geloof ik, als je het onderverdeelt, is het geloof ik een beetje half om half door de starts en stops en de receptwisselingen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het per jaargetijde ook varieert. Als je in een najaar zit en zit wat in het fijnere werk, ja, heb je meer, ja, vaker de vraag over de dag van, goh, ik moet er nog even 10 ton bij hebben of anders. Ja, dan zul je zien dat het aandeel wat door starts en stops natuurlijk een energieverbruik extra komt, dat in dat soort periodes natuurlijk na van hand veel hoger ligt. De volgende alsjeblieft. Nou, ik heb ook even doorgerekend wat dat in MKI gaat doen. Het halveren van de starts en stops. Ik ga even met een hypothetisch getal genomen. Ik stel, we gaan het halveren, de starts en stops halveren, receptwisselingen halveren. En dat zou dan leiden tot een reductie in het gasverbruik van 4%. Gemiddeld over het jaar genomen. En als ik dat dan even in een tweetal mengsels wegzet, hè, die ik ook uit het achtergrondrapport heb gehaald. Hè, let wel de versie van 2020, dus met het hoge getal van de bitumen. Dat verklaart ook wat de hogere getallen nu. Dan zie je dat eigenlijk op die MKI, is dat eigenlijk maar 1% of 3%? Goh, ja, dat is eigenlijk niet zoveel, zou je denken. Maar toch, als je op productieniveau bekijkt en ik kan 4% gas besparen over dit jaar, op een verbruik van een afvalcentrale die, nou ja, pak hem bij 2000 kubieke meter gas per uur verstoot, dan zijn dat natuurlijk wel heel aanzienlijke hoeveelheden. Dus hier ook de ogenschijnlijk kleine getallen, die lonen. Maar, mag ik naar de volgende? Als je dan ziet, dan even ook de hypothese neem van kwaliteitsverlies. Overigens iets wat heel slecht te meten valt. Maar er is wel een relatie natuurlijk tussen variëren in je productie. En het uiteindelijk de eindkwaliteit die daaruit komt. Maar ook het in stukjes knippen van werk. Hè, geeft aanzetten, ik noem maar wat. Stel als nou een kleine delen van je verharding daardoor 4 jaar eerder moeten worden vervangen. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld rekenkundig over je hele levenscyclus wel een MKI-verhoging van 28%. En dan gaat dat natuurlijk niet op voor een heel wegvak. Maar toch, het illustreert wel van als je kwaliteit kunt continueren door zo'n fabriek te laten werken waar die voor bedoeld is, oftewel aanzetten en eigenlijk niet meer uitzetten, dan zou dat statistisch moeten leiden tot een continuere kwaliteit en daarmee niet ten gevolge ook een betere zekerheid op je beoogde levensduur. Nou, al met al heb ik op deze manier even proberen te illustreren van wat gebeurt er nou op operationeel niveau, hè, dus bij de asfaltcentrale. Nou, betere logistiek, beter doordacht met alles, zouden we zo 4% gas kunnen besparen. En misschien is dat gewogen over bijvoorbeeld jaargetijden genomen. Misschien nog wel lokaal nog wel meer. Maar als je dan ook inderdaad zaken als bijvoorbeeld kwaliteitsverandering mee gaat nemen, ja, dan kan dat verhaal er misschien nog wel wat anders uitzien. In ieder geval, het illustreert wel dat het ene wel samenhangt met het ander. Nou, dat laatste van die kwaliteitsverandering, dat is natuurlijk ook iets wat aan discussie onderhavig is. Ik bedoel, Dat kun je niet zomaar roepen. Maar toch, ik wou het toch als illustratie even meenemen. En ik hoop dat met deze bijdrage het voor deze en degene ietsjes duidelijker is geworden van hoe dat nou in het verhaal van de MKI doorwerkt. Oké, allereerst dankjewel voor je bijdrage. Als het niet duidelijk is, dan weten ze jou vast wel te vinden om nog nadere vragen te stellen. Ben je vast toebereid om daar invulling aan te geven? Gezien de tijd ga ik even snel over naar de volgende spreker. En dat is Jan van KWS, Jan Elfring. En hij gaat nader in op dit thema. Jan, succes. Ja, dankjewel, Daaf. Nou, zoals al
geroepen. Mijn naam is Jan Elfring. Ik ben in dienst als adviseur bij KWS Advice. En vanuit die rol ben ik ook verbonden als gedetacheerd in feite aan asfaltproductie Hoog Blokland en aan Gebroeders van Kessel. Nou, dan gaan we door naar de volgende slide. En dat is waarom uniformeren van asfaltmengsels? Nou, jullie zien misschien wel aan het kopje al. Ik ben er nog niet zo positief over. Dan in ieder geval de hoeveelheden zouden kunnen verminderen. Want naast de reguliere, zeer bekende asfaltmengsels die we al jaren op de markt hebben, zien we vanuit de markt anno 2020 andere vragen op ons afkomen. En overigens heel terecht, hè. Energieverbruik en emissies hebben we uit de vorige sprekers ook al begrepen, zijn belangrijke issues vandaag de dag. Daarmee zien we automatisch een verhoging van recyclingpercentages, wat op zich een goede zaak is natuurlijk. Alleen, we zien niet alleen een verhoging, maar we zien nu ook een spreiding over eigenlijk nagenoeg alle asfaltsoorten die wel met een x-percentage recycling geleverd worden op dit moment. Circulariteit is een beetje een toverwoord aan het worden. En dat maakt ook dat je in heel veel contracten eigen interpretaties van mengseleigenschappen tegenkomt. Mengsels worden gewoon voorgeschreven op allerlei manieren. Men creëert als het ware een eigen RAW naast de RAW zoals we die al met z'n allen kennen. Op zich, we moeten ons wel beseffen ook dat, en dat is ook mijn idee in deze, is asfalt is al lang niet meer alleen maar zand, steen, vulstof en bitumen. Nee, naast dat we, ik zeg, vroeger hadden we vaak van als je kijkt in je keuken, nou, vroeger hadden we alleen peper en zout. En tegenwoordig als ik kijk, we hebben om de mixer heen staan al 5 aparte voordoseurs voor alleen al toeslagstofjes toe te kunnen voegen aan asfaltmengsels. Dus er zit gewoon ook een enorme toename van modificatiemogelijkheden. Bindmiddelen zijn al genoemd, hè, door Hendrik. Ja, enorme diversiteit. Dus asfalt wordt ook steeds complexer. En wordt ook dus ook voor onze klanten een moeilijker te omschrijven en te beschrijven iets. Tenzij je vasthoudt aan hetgeen er al jaren geproduceerd wordt. Maar daarnaast, er komt dus, het wordt allemaal steeds complexer. Ik heb daarvoor een paar voorbeelden opgesteld. En teksten die we zo al tegenkomen. En dan krijgen jullie ook een beetje ideeën. De meesten zullen dat al wel hebben. Daarom, dit is bijvoorbeeld een besteksvoorbeeld. Hier wordt gevraagd om een lage temperatuur asfalt. Dan zie je in deze omschrijving is eigenlijk al voor een combinatie gekozen voor functioneel voorschrijven van een asfaltmengsel. Maar toch wil ik ook nog een zetje geven richting die samenstelling. Maximaal of de 30% door de 2 mm. Een bitumen 4060 wordt er min of meer voorgeschreven. En dan ook nog eens een keer het bitumenpercentage wordt hier vastgesteld. Dus echt weer een exoot. Nou, de volgende slide. Nog zo'n stukje tekst. En dit, dit gaat dan weer helemaal richting oldschool. Dicht asfaltbeton. Nou, er staat in het kopje voorgeschreven dat steenslag voor deklagen porfier moet zijn. En direct het aansluitende stukje gaat al over een rood asfalt. Waar dan toch maar weer tilrood als steenslag in wordt voorgeschreven. Vervolgens wordt weer helemaal teruggegrepen in de tijd naar die verkeersklasse 4. Een hoop mensen zullen die nog wel kennen. Maar ja, inmiddels werken we natuurlijk met de categorieën en zijn de verkeersklasses uit het zicht verdwenen. Nou, de volgende. Nou, sommigen maken het helemaal heel uitgebreid, besteksomschrijvingen. Nou, deze is ook nog eens een keer heel complex. Nou, hier wordt het mengsel voorgeschreven eigenlijk vanaf de samenstelling tot en met de eisen na verwerking, geluidsreductie en hoorruimte, et cetera. Dus eigenlijk wordt een groot gedeelte van de asfalt, het asfaltgedeelte vanuit de RAW, in dit bestek herschreven. Nou, het aparte ik kan het met mijn muis niet aanwijzen helaas.
Maar als je in het midden de stad Granusiel 5-8 en daarna staat zandfractie tot 2 mm, vervangen door Quantum Wit 02 en gemodificeerde bitumen. Nou, knap als je een deel van je zandfractie kan vervangen natuurlijk door een perifelt. Ik heb er expres op aangegeven, nou aannemer, succes ermee. Nou, dan gaan we naar de volgende slide. Het is mij wel duidelijk, hè, en jullie hoop ik inmiddels ook, dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers worstelen met bepalingen. Er komen steeds meer afwijkende mengsels in de bestekken. En ja, die omschrijvingen in die bestekken zijn soms ook voor ons als aannemers lastig te doorgronden. Vraag roept dat heel veel vragen op. Nou, meer afwijkende mengsels betekent dus dat je meer onderzoek zou moeten doen aan ontwikkelen en ontwerpen van die asfaltmengsels. Dus hogere kosten hangen daar automatisch aan. Het is wel duidelijk, lijkt mij, naar gelang de verhalen die jullie inmiddels ook van mijn collega's gehoord hebben, dat de RAW achter de markt aanloopt. Maar ik vind wel dat de RAW toch nog prima als leidraad gebruikt kan worden. En ik vind het niet nodig dat eisen op sommige gebieden onrealistisch scherp worden gesteld. En ook nog eens een keer dat alle regeltjes of een heel groot gedeelte van van de asfalt vanuit de RAW eigenlijk wordt aangescherpt en herschreven in een groot aantal bestekken. Nou, dat is mijn relaas in deze. Graag het. Dankjewel Jan. Ik vond het een helder relaas en dankjewel voor je bijdrage. Ik denk dat het heel helder is. We komen dan nu tot een eind voor wat betreft de presentaties die we met elkaar hebben gehad. Dus dat betekent dat we overgaan naar ons volgende onderdeel van ons programma. We gaan zo meteen uiteen in breakout rooms. Dat wordt in groepen van 4 tot 5 mensen. En daarbinnen kan je reflecteren op een van de vragen die je straks rechts op de slide zien staan. En die nemen we ongeveer 20 tot 25 minuten voor. Je kunt ervoor kiezen één vraag samen te tackelen of ze allemaal langs te gaan. Dat mogen jullie geheel zelf weten. Kijk wat er ontstaat in je groep en neem mee wat je net in de presentaties allemaal langs hebt zien komen. Rechts op deze slide zie je de vragen staan. Deze zullen we ook nog omroepen tijdens de deelsessies. Je kunt tijdens het bespreken jullie inzichten delen op Mural. Dat is een systeem, een online whiteboard. Je kunt deze benaderen door simpelweg op de link te klikken die nu in de chat staat. Dus je kunt de chat benaderen door onderin je scherm op de knop chat te drukken. Op dit whiteboard staan ook de vragen die we net hebben laten zien. En dit online whiteboard werkt echter helaas niet op telefoons of tablets, tenzij je de app hebt geïnstalleerd. Het is dus vooral handig als je vanaf een laptop of computer werkt. Iets op het bord zetten is heel simpel. Je klikt gewoon op het bord en dan verschijnt een post-it. Daar kun je je inzichten of actie intypen. Zet er ook je naam alsjeblieft bij, dan kunnen we je nog eventueel een vraag stellen. Vervolgens druk je op enter en je post-it is geplaatst. Dus, klik op de link in de chat. Ga in gesprek met elkaar en zet eventueel de bevindingen van je team op het muralbord. Mocht dit op een of andere manier niet lukken, dan is het ook geen probleem. Het gaat vooral om met elkaar in gesprek te gaan. Na de breakout komen we hier weer terug en gaan we kijken wat er allemaal zo langs is gekomen en welke vragen er nog leven. Er verschijnt zo meteen een knop om in je breakout ruimte te gaan en we zien elkaar zo meteen weer hier. Tot zo en heel veel succes. Dag. Prima, dankjewel. Volgens mij is iedereen langzamerhand wel terug die nog bij de sessie zit. Ik heb, er is druk gebruik gemaakt van de Mural, dus dat is heel erg leuk. Ik heb aan Dirk-Jan gevraagd om een top 3 te maken met de vragen. En Dirk-Jan die zal de eerste vraag toelichten en de vraag stellen aan degene die hem wellicht kan beantwoorden. Dirk-Jan, ben je zover? Ik zie al dat zijn microfoon nog uitstaat. Ja. Juist. Goed.
Ja, ik heb mee zitten kijken op het muralbord. Ik zag dat in blok 1 de inzichten die de presentaties hebben gegeven, dat daar de oproep van Daaf om daar concreet over, zo concreet mogelijk over te worden, dat mooie invulling kreeg. Door Arco Blanken, die stelde de vraag van hoe rood asfalt uitvragen als je dezelfde kleur asfalt voor je hele beheersgebied wil hebben. Ik denk van dat sluit mooi aan bij de presentatie van Jan Elfrink, die zegt van dan moet je dus niet allemaal specifieke zaken gaan omschrijven. Dus ik wilde deze vraag voorleggen aan hem van Jan, wat zou je antwoord zijn op deze vraag? Je was een beetje, tenminste je kwam bij mij even een beetje hakkerig binnen. Kun je de vraag nog een keer herhalen? Het gaat over rood asfalt, begrijp ik. Ja, zeker. Hoe kun je rood asfalt uitvragen als je dat in dezelfde kleur wil hebben over je hele beheersgebied? Oké. Dat als je dezelfde kleur rood asfalt over jezelfde beheersgebied wil hebben, dan zou ik aan willen raden om het bij één en dezelfde asfaltfabriek te halen. En dat heeft ermee te maken dat er zijn asfaltfabrieken die werken met korrelpigment. En vaak zit daar dan een EVA als bindmiddel in die korreltjes. Maar er zijn ook asfaltfabrieken die werken met poeder. Nou, je kunt je wel voorstellen, ik zeg al, een asfaltfabriek is geen verffabriek. Ik had hem erbij kunnen plakken, maar wij hebben ook, wij komen ook in bestekken tegen dat er om een ralkleur gevraagd wordt. Nou, het is wel heel knap als we het zo ver voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar dat is mijn tip. En of dat je dan met een blank bindmiddel ben je wat minder gevoelig dan met een zwart bindmiddel. Want in een zwart bindmiddel komen eventuele kleurverschilletjes sneller naar voren toe dan dat je met een blank bindmiddel zou hebben. Oké, dankjewel Jan voor deze toelichting. Ik zag dat Jean-Paul Bandkan had gereageerd. En die heb ik al een hele tijd niet gezien. Dus ik denk, nou, die ga ik nou eens even vragen hoe het ermee zit. Dus Jan-Paul, wat was jouw reactie op deze vraag en de antwoord van Jan? Nou, ik vond het wel bijzonder. Kijk, volgens mij moet je het beantwoorden met een wedervraag. Kijk, als je zegt van ik wil overal hetzelfde kleur rood hebben. Kijk dan eerst even naar zwart. Heb je ook overal hetzelfde kleur zwart? Dat is al niet het geval. En aanbestedingstechnisch kan je niet naar één aannemer gaan of naar één centrale. Dus je zou eerder moeten gaan insteken van hoe kunnen wij de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen. En dat is niet alleen met dezelfde kleur overal. Dankjewel Jan-Paul voor deze toelichting. Tot de volgende keer zou ik maar weer zeggen. Ik zag dat je ook Mural bijdrage hebt geleverd. Ook daarvoor dank. Wil ik vragen aan Dirk-Jan om met de tweede vraag te komen. In het tweede vlak van wat zou jij vanuit jouw positie kunnen doen om bij te dragen. Zag ik de opmerking van Olaf Rinks. Voorschrijven gestandaardiseerd asfaltmengsel via handboek haven. Ik vroeg me af hoe die dat voor zich ziet. Nou, Olaf, kom erop. Dat is gewoon hoe wij het nu al doen. Dus wij hebben al dan vanuit beheer en onderhoud, of is het management infrastructuur, hebben wij al een handboek met een standaard mengsel wat we voorschrijven en wat dan weer wordt gebruikt door de projectentak. Dus zo proberen we in ieder geval in het areaal te standaardiseren. Dus dat doen we al. En daar, als we daar iets in veranderen, dan is dat eigenlijk ook, nou, dan hoort dat gewoon doorgevoerd in principe ook op de andere projecten en ook in ons eigen LVO. En hoe blijft Olaf vragen, hoe blijft dat handboek dan actueel of die standaard? Dat werken we bij. Dus afhankelijk van de wijzigingen die er zijn, werken we dat jaarlijks of tweejaarlijks bij. En communiceren jullie daar ook mee naar de markt toe? Of vindt die communicatie eigenlijk alleen maar plaats op het moment dat er een aanbesteding is?
Nee, juist proberen we die kennis op te halen aan de voorkant. Bij onze standaard aannemers eigenlijk, hoe zij kijken naar, naar de voorgeschreven mengsels. Alleen waar wij wel nog een gap hebben, is als je eigenlijk kijkt, en dat heb ik ook bij vraag 3 gezegd, is dat als je kijkt naar doelstellingen of risico's, we hebben natuurlijk over het algemeen genomen een vrij intensief belaste verkeerswegennetwerk. Maar we hebben ook een duurzaamheidsdoelstelling. En hoe ga je nu dan eigenlijk experimenteren of een pilot draaien met duurzamere asfaltmengsels en tegelijkertijd ook je IB-klasse garanderen? Dus wij worstelen dan, of tenminste, dan met dat soort vraagstukken. En dat zou, denk ik, een hele mooie zijn. En ik vond wel gehoor ook bij mijn breakout room medekandidaten, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Eigenlijk dat een soort catalogus of een database, waarbinnen je op basis van je risico's, doelstellingen, gewenste levensduur, et cetera, dat je, als je dat dan invult, dat je gewoon komt tot een standaard mengsel. Volgens mij zijn we dan allemaal blij. Want wat we eigenlijk aan het doen zijn, is dat we allemaal via een bestektekst of via het voorschrijven van een mengsel risico's of doelstellingen proberen te realiseren. Dus als we dat standaardiseren, volgens mij zou dat een hele mooie mogelijkheid zijn waarbij we allemaal gebaat zijn. Oké, dankjewel Olaf. Is er iemand die dat wil beamen of juist wil reageren op het voorstel zoals Olaf dat doet? Moet ik iemand vrijwillig aanwijzen? Ik zag Wim Rolse of Roelofs van de gemeente Amsterdam. Die was ook lekker actief in Murrel, zag ik. Dus Wim, zou jij daarop kunnen reageren? Waar is die? Helaas, hij is verdwenen waarschijnlijk. Nee, ik ben wel. Ik ben gelukkig. Hier. Ik was helemaal zenuwachtig, Wim. Maar ik was een beetje afgeleid door de chat, moet ik zeggen, Daaf. Dus ik zat driftig de chat te lezen en te volgen en wat te typen. Dus ik heb Olaf zijn hele relaas niet helemaal gevolgd. Eerlijkheidshalve, moet ik bekennen. Olaf, dus anders zou ik graag een reactie hebben. Kun je in herhalen en samenvatten wat je bedoeling was? Nou, eigenlijk een landelijke soort database of catalogus waarbinnen je op basis van je risico's en doelstellingen minimum vereisten een selectie kan maken uit standaard mengsels. Ja. Sorry. Ja, ik vind dat een lastige, omdat daarmee schakel je natuurlijk ook de innovatieve kant van de aannemerij een beetje uit. En daar zit nu op dit moment natuurlijk best wel heel veel ontwikkeling. Of je zou dat op de een of andere manier moeten opbouwen. Dus dat het een database die steeds verder uitgroeit. Maar ja, als die uitgroeit, krijg je ook weer een wildgroei van allerlei type mengsels die er bedacht worden en ontwikkeld zijn. Dus ik weet niet of dat de oplossing is. Waar ik zelf voorstander van ben, is blijf zoveel mogelijk dicht bij je eigen omgeving en probeer zo goed mogelijk de zaken functioneel te omschrijven. En probeer weg te blijven van allerlei mengselomschrijvingen. En gebruik dat bij hele hoge uitzondering als je echt niet anders kan. Maar niet standaard. Oké, Wim, dankjewel voor deze oproep. Is helder, denk ik. Dirk-Jan, op naar de derde kwadrant. Ja, ik had daar een interessante gevonden. Daar er staat geen naam bij, maar de suggestie is van aannemers bij inschrijving een menukaart met dagprijzen vragen. En nou weet ik van Hendrik Holtis dat er een heleboel mengsels per dag moet draaien. Hoe zou je kunnen stimuleren om dat anders te doen? Dus ik wil eigenlijk wel een reactie van Hendrik vragen op deze suggestie. Dus een menukaart met dagprijzen leveren. Was ik. Ik ben bang dat als je een menukaart met dagprijzen gaat introduceren, dat je wel een hele grote wildgroei krijgt. Het hangt ook weer van de grootte van de menukaart af. Hè? Als ik kijk naar die televisieprogramma's waar zo'n chef-kok komt het restaurant te verbeteren. Het eerste wat hij doet is de menukaart naar 7 mengsels
terugbrengen. Nou, als dat de dagkaart gaat worden, dan denk ik dat je de goede kant op gaat. Maar ik ben bang dat de menukaart dan weer uit de vele pagina's zal bestaan. En er weinig verandert eigenlijk. Ja, kun je daar dan niet een aantal onbetaalbare mengsels op zetten, dat die er vanzelf niet meer gevraagd worden? Ja, maar goed, je moet. Uiteindelijk zijn wij wel aannemer en willen graag werk maken. En ga je ook niet uit de markt prijzen, denk ik. Ja, nee, dat is het dilemma inderdaad. Begrijp het. Oké, dankjewel. Dat waren de dingen die ik uit Mural had gehaald, Daaf. Oké, dankjewel. En dan hadden we ook nog een vierde kwadrant. En daarin is de vraag gesteld van, die ons allemaal aan de lippen ligt, is hoe nu verder? Misschien kan Bart die er nog even bij pakken. Van, wil je opgeven voor de werkgroep of anderszins? Deze is nog niet goed ingevuld, maar dat kan natuurlijk later altijd nog. Ik merk in ieder geval wel aan de reacties, ook in de chat en in Mural, dat iedereen er toch wel mee bezig is. Op een of andere manier ook heel veel vragen over heeft. En we pretenderen niet met elkaar dat we daar allemaal al antwoorden op hebben. Soms maken we een stelling om mensen uit te dagen om daarop te reageren. Niet altijd met het idee om daar mensen het mee eens te laten zijn, ja of nee. Maar toch door met elkaar in gesprek te gaan, buiten om die aanbestedingen. Maar in een veld zoals dit, maar ook in die werkgroepen die we hebben en de asfaltketens, is iedereen vanzelfsprekend welkom om daar een bijdrage aan te leveren. Het ging niet helemaal keurig binnen de tijd, maar de afsluiting ga ik wel netjes binnen de tijd doen. Daar ben ik ook heel trots op mezelf. Ik begin eventjes toch eventjes te bedanken de mensen die hier een bijdrage hebben geleverd. En dat is Joop de Groot van de gemeente Os, Ben van de Ven van de gemeente Tilburg, Hendrik Holtius van Oosterhof-Holman, Anneke Zeringa van Advieslab en Jan Elfring van KWS, /Gebroeders van Kessel, heb ik begrepen. Dirk-Jan, ook bedankt voor het mede-organiseren en het bedenken en het tot stand komen van deze bijeenkomst. En verder vanzelfsprekend Bart, maar ook de dames die erachter zitten, Jitske en Romana. Ik zou bijna de naam vergeten. Allemaal hartstikke bedankt. Ik wil vragen aan Bart om de laatste sheet te laten zien. Want we zijn nog niet helemaal klaar. Want we willen jullie vragen om te laten weten wat je ervan vond. In de chat, die hebben jullie al gevonden om Mural te vinden, staat nu ook een link naar de survey. Een paar vragen daaromtrent. Vinden we altijd fijn dat jullie die invullen. Dus graag dat jullie daaraan mee wil doen. Verder kun je ook aangeven in de chat of je mee wilt doen aan de werkgroep. Naar verminderen of uniformeren van de asfaltmengsels. Geef dat aan in de chat of je dat wil. We zijn voornemens om samen met de platform WOW en Bouw Circulair om daar gezamenlijk invulling aan te geven. Dus ik zou zeggen, help ons om de vragen die rond dit thema spelen, om daar meer helderheid te krijgen en inzicht voor te geven en andere mensen ook te helpen. En als laatste zou ik zeggen, neem voor andere vragen gerust contact met ons op, of via platform WOW of via Bouw Circulair. Jullie komen altijd goed terecht. Verder is zoals gemeld deze bijeenkomst opgenomen, dus je kunt hem altijd nog later terugkijken, dan wat doorsturen naar je collega als je dat interessant vindt. En verder wil ik iedereen ontzettend bedanken dat jullie een bijdrage hebben geleverd, dat jullie interesse hebben getoond. Voor mij was het een feestje. Ik heb nog nooit zoveel mensen gehad op mijn feestje. Dus daarvoor hartelijk bedankt. En we zien elkaar, waar dan ook. Maak er nog een mooie dag van. Blijf gezond. Pas goed op jezelf. Pas goed op je naasten en je familieleden. En ik hoop ook een beetje op de rest van de wereld waarvoor we vandaag stonden. Tot ziens. Dag.